Oh, het is een beetje spannend. Oh, Lucky. Hij is aan het flamen. Oké, hier gaan we eindelijk zoomies doen, jongens. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en we gaan proberen vandaag om Lucky in te scharen bij de rest van de kudde. Valentijn en Dora stonden hier heel erg lief te slapen. Hè? Ja, zit je lekker te slapen? Ben je zo moe? En zo vies. Nou, voordat we Lucky gaan inscharen, gaan we eerst even zorgen dat alle paarden hier een halster om hebben. Dora en Nirvana hebben vrijwel altijd een halster om. Dora ja, is niet van ons, dus dat is niet onze keuze. Maar Nirvana, omdat sinds dat ze geschoren is, maakt ze een soort van spelletje van om haar deken af te doen. Dan rent ze heel vaak weg. En dan wil ze niet gevangen worden. En als ze dan geen halster om heeft, dan is ze gewoon niet te vangen. Hey, poep. Maar nu voor de zekerheid doen we even Valentijn ook gewoon een halstertje om. Zodat mocht er iets zijn dat we ze redelijk uit elkaar kunnen halen. Alleen ja, je weet natuurlijk nooit met paarden. Ze moeten het in principe altijd zelf oplossen met een kudde inscharen. Je kan als mens eigenlijk maar heel weinig doen. Ja, dus uiteindelijk moeten ze het allemaal zelf oplossen. Maar voor mijn gevoel vind ik toch fijn als ze even allemaal een halstertje om hebben. Ik weet alleen of we Seppie ook even een halster om moeten doen. Dan moet ik dadelijk even met Dwayne overleggen. Maar Dwayne is even de grasmaaier ophalen. Want als we klaar zijn met, of ja, als de paarden gewoon ingeschaard zijn en we kunnen verder toch niks doen. Dan gaan wij de weides even kalken en mesten. Of alleen kalken en dan later mesten. Maar in ieder geval een paar weides die moeten nu echt gedaan worden. Zoals die gele die in de winter gebruikt is. En dan denk ik de roze, omdat die het kaalste is. En dan laten we de oranje wei en de blauwe wei eerst nog even leeg eten. En dan doen we die later dit jaar. Maar kom, Poepie, gaan we even een halstertje omdoen. Dan ga ik dan erbij voor jullie openzetten. Ja. Oh jongens, ik had het helemaal niet gezien. Maar kijk eens wie hier super lief in het zand, in de modder ligt te slapen. Goedemorgen, Seppie. Lag jij onder de boom te slapen? Oh, wat ben je wild. Hoi, Poepietje. Hi baby. Hi cutie. Lag jij te slapen? Ik had je helemaal niet gezien, zo gecamoufleerd in de modder. Hè? Ligt dat lekker? De grond is een stukje droog. Poep. Hi meisie. Oh, wat zie je er wild uit. Seppie is zo intens aan het verharen. Gelukkig maar, want eerst was ze niet echt aan het verharen. Ze heeft nog steeds een beetje babycoat. Maar als je hieronder kijkt, wordt het helemaal zwart, Sepp. Ja. Je bent natuurlijk zwart en niet bruin, ook al lijkt je meer bruin dan wat anders. Dus het lijkt een bolletje te hebben. Maar is toch niet, hè? Nee. Heel schattig. Die sokjes ook, want ze hebben zo lang net tinkersokjes. Dat crochetlander. Oh, je zit echt helemaal onder de dingetjes. Kijk hier. Kijk, een baby, moeten we jou straks weer eventjes borsten. Hè? Ja. Je bent altijd zo wild. We hebben jou gisteren nog geborsteld, maar daar ben je weer helemaal. Helemaal wild, hè? Ja. Nou, waar is jouw mama? Seppie, kom eens. Waar is jouw mama? Kom, gaan we mama zoeken. Seppie, kom eens, Nirvana. En Nirvana is daar. En daarachter komt Dwayne aan met de zitmaaier. Oh. Valentijn heeft nog steeds issues met het oversteken van de grip. Maar hopelijk na vandaag kan hij weer lekker omlopen via zijn eigen stukje. Hoi, Ninepien. Hoe is het met jouw stout dekentje? Ik wil alleen maar aaien. Ik wil alleen maar aaien. We gaan niet jouw deken. Nee. Ja, dit bedoel ik dus. Nien. Schatje. Kom maar. Ninepien. Ik wil alleen maar aaien. Moet ik helemaal gehurkt gaan om jou te mogen aaien? Kom dan. Zie je. Poep. Kom dan dichterbij. Hè? Ik wil gewoon aaien, zie je? Gewoon aaien. Hè? We hoeven niet altijd Nini te vangen. Nee. Gewoon even aaien. Het is dadelijk mooi weer, dus gaan we jouw dekentje wel afdoen, oké? Okay? Oh, cutie. Ben je cutie? Hm? Kijk eens even. Hey, daar zijn je oogjes. Goedemorgen. Oh, wacht, nou heb ik hier aan de andere kant een monster. Hoi, Sepp. Hoi, Sepp de Pep. Jij komt wel altijd daar. Ja, jij komt altijd genoeg. Shit, knippen. Zo. Kom maar, gaan we wij openzetten. Daar is het ween. Jongens, kijk nou, die paarden zijn zo aan het verharen. Hier ligt gewoon een pluk Valentijn. Tijn. Oh, daar met Lucky snuffelen. En dadelijk gaan we hem loslaten. Dus jullie moeten lief bij elkaar blijven doen. Kijk hier, één heel enthousiast paard. De wei mag open.
Oh, lekker. Ah, de Shettylanders gaan daar ook naar de wei. En wij gaan snel naar voren, want het regent. Ik ben echt boos. Het zou vandaag 18 graden worden en droog blijven. En nou regent het. Maar goed, we gaan eerst even het ontbijt van Lucky klaarmaken. En dan even zorgen. Rondje lopen over het Paddock Paradise, kijken of alles in orde is. En dan hopen dat het droog is, dan kan ik ook filmen. En dan gaan we Lucky inschakelen. Voordat we Lucky bij de kudde gaan gooien, moeten we ook nog belangrijke dingen doen. Zoals hem voeren. En vind ik zelf nog belangrijker. En dat is een Valentijn insprayen met antibijt. Vooral op zijn manen, want we zagen Lucky gisteren. Was het gisteren of eergisteren? Ja, hapte een beetje naar. Ja, die was aan het proberen om Valentijns manen over de draad te pakken. Toen dacht ik, oh, dat gaan we niet doen. Dus even antibijt in die manen en vlechtjes. Anders dan ben ik bang dat ik dadelijk een vlechtje tegenkom. En dan ga ik echt huilen, want die vlechtjes, dat heeft me even me 2 jaar van mijn leven gekost. Om die zo mooi te laten vlechten en Valentijns haar zo lang te laten worden. Dus die wil ik graag houden. Dus we doen er even wat antibijt op. Dan hopelijk doet hij het maar 1 keer en dan... Zo, ik heb net Valentijn zijn vlechtjes ingespreid met dat spul. En het stinkt echt een beetje, Tijn. Het spijt ons. Maar het is voor je eigen bestwil. We hebben Nirvana ook even antibijt in de manen gespreid. Ook vanwege die mevrouw. Wat is het, Tep? Stinkt dat? Toen ging net echt gelijk flamen. Zo van, eel, stink. Het stinkt. Ja, meisje, is goed. Is goed. Nirvana gaat ook met dat lipje boksen van eeuw. Zeg maar eeuw. Sepp ook. Nee hè, Sepp hoeft niet. Ik denk eigenlijk beter. Sepp, je denkt echt, mama, je stinkt. Wat is dit nou? Spannend drinken. Tween die is al lekker met Lucky rond aan het stappen. En wij hebben hier de draden allemaal weggehaald. Dus alles is weer open. Die van ons, die staan op de oranje wei opgesloten. Dus we gaan hem eerst even een rondleiding geven. Hij vindt het een beetje spannend, maar dat is Lucky. Het is gewoon een beetje een dressuurmiepje. Alles is eng, alles is nieuw. Even wachten, we moeten even poep snuffelen en dan kunnen we weer verder. Dat is ook kennismaking, hè, poep snuffel. Zo, kijk, hier is een hooinet. Een rondje draaien hier, hier is iets spannend. Hoort ze braaf. Kijk, nog een hooinet. En poep. Oh my god, poepsnuffel. Nog meer poepsnuffel. Volgens mij is dit een hint dat we dadelijk moeten uitmesten, want overal gaat die poepsnuffelen. Oké, nu gaat het komen. Oh, spannend. De paddock is toch een beetje andere koek, omdat daar natuurlijk allemaal zeilen liggen. Ja. Maar misschien vindt hij dat juist ook niet eng, dat kan. Een beetje afstand. Ja. Oh. Hij zag de menwagen. Doodeng. Oh, het is een beetje spannend. Ja, dit is een beetje spannend. Maar dit is volgende week weg als het goed is. Ja, joh. Dit is zelf dadelijk. Precies. Ja, goed zo. Hier is het allemaal gek. Kijk, hier is de schuilstal. Hier hebben we een liksteen en water. En een speeltje. Oh, er zijn kippen. Die kent hij waarschijnlijk ook niet. Ah, wel hoor. Dat kan wel over. Hebben ze daar ook kippen? Kippen, ja. Bij de boerderij. Oh ja, bij de kinderboerderij. Kijk, likkiesteen. Op touw, ja. Ik had niet op het touw uit staan voor eigenlijk. Ja. Goed. Zo eng. Even de likbak laten zien dat hier water is. Easy. Kijk eens hier. Easy. Niet achter me kruipen. Die kent hij wel, die likbak. Bij Van Hoornhoek hebben ze alleen maar dat soort dikke bakken in de stallen. Ja, maar heel anders, hè? Ja, zeker waar. Een rondje lopen hier. Zullen we even een borsteltje pakken, Lucky? Misschien wordt hij dan wat chiller. Goed zo, jongen. Kijk. Zo, hij is enigszins een beetje met een borsteltje eroverheen gegaan. Hij is niet per se schoon, maar het was ook spannend. En het was meer voor hem even te laten wennen. En oh, grasnekkie. Er staat zoveel gras hier ook namelijk. Ja, ja, ja. Hier vooral. Heb jij een grasprietje gevonden? Ja. Ik zie wel dat alle wondjes die hij had, die zijn allemaal heel mooi aan het helen.
Alleen ik ben bang dat hij dadelijk misschien wat wondjes erbij gaat krijgen. Nou, misschien niet. Of misschien niet. Je weet het niet, hè? Misschien gaat het supergoed. Misschien ook niet, we weten niet. Zullen we de blauwe wei opengooien zometeen? Wat zei je? De blauwe wei opengooien. Ja, dat ook. We gaan even de blauwe wei openmaken. Kunnen ze daar ook op en doorheen rennen. We gaan hem even loslaten, dan kan hij zelf even rondrennen. Inbuigen. En dan denkt hij, oh, dan zie ik ook allemaal paardjes. Ja, we gaan het wel even allemaal volgens het boekje doen, hè, Lekkie? Even inbuigen. Inbuigen. Dan mag je los. Ja, zo. Dan eten. Alsjeblieft. En eten. Nou, de blauwe wei opengooien eerst. Ja. Dan weet je dat die open is. Kijken waar die nou zelf allemaal heen moet. En poep ruiken. Echt waar, ruinen en poep ruiken is echt een specialiteit. Favoriete hobby. Oh, leuk. Oké, okay, dit is wel een dapper paard. Zie je dat, Tijn? Je kan ook gewoon er doorheen lopen zonder te hoeven springen. Zo. Een rondje lopen bij onze paardjes. En we zijn begonnen met rennen. Toep, 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 toep. Ja, ik ga eerst het Paddock Paradise maar even verkennen. La, 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 la. Hallo. Gekke Tijn. En denkt, wat moet dit voorstellen? Eens kijken of we hier gaan gillen. Oh, Lucky. Oh, maar kijk jongens, dit is lief. Nou waren ze een beetje aan het kriebelen. Zie je, je kan ook wel lief zijn. Oh, Lucky is nou bij de krabpaal. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Hij zegt dat snuffelen zo van... Wat is dat? Gek, hè? Ja, we gaan dadelijk uitmesten, oké? Okay? Mooie paal. Allemaal gek. Dan heb ik het weer deze kant op. Hij heeft natuurlijk ook al een week lang onze paarden allemaal zien rennen en lopen. Kijk, nou is dat draadje weg, nou kan hij daar ook lopen. En we komen langs. Oh, oh. Oh mijn god, breng niet je benen! We hebben de blauwe wei net open gehad en Lucky was er achter aan het snuffelen en aan het vleemen. Dat was echt grappig. Hij vleept! Oké, okay, twee gaat nou de ene kant openmaken. Ik maak de andere kant tegelijk open. Dan hebben ze ook echt geen dode hoeken. Ze kunnen er één keer doorheen rennen als ze willen. En dan gaan we kijken hoe ze het samen doen. Ik ben dan benieuwd of Lucky degene is die op het weiland rent of onze paarden van het weiland afrennen. En de weilanden zijn geopend. Nou jongens, ik ben benieuwd. Misschien dat het even duurt voordat ze samen gaan. Die paarden zijn gewoon alleen maar aan het grazen nou. Jullie zijn saai. Kom op, ga eens even kijken naar het nieuwe vriendje. Eigenlijk heb je dit natuurlijk ook veel liever, want een saaie inscharing is een goede inscharing. Kom maar. Ja, goed zo. Oké, hij staat ook op het weiland. Nou, ik heb liever dat ze dadelijk allemaal samen staan te grazen dan andere gekke taferelen. Dus dit is eigenlijk helemaal prima. Oké, volgens mij is Torda nou de eerste die er eventjes heen gaat lopen. Zeg maar hallo. Goed zo. Grote middel. Oh, ze gaat gelijk plassen. Volgens mij is ze hengstig. Oké, Torda, je bent heel goed in vrienden maken. Dit vind ik ook wel fijn, als gewoon even de oudste merrie gewoon fijn even bij de nieuwe ruin gaat staan. Dan gaan zij niet zo kenachtig doen. Nou, dit gaat al 10 minuten ongeveer. Ze zijn al 10 minuten helemaal niks aan doen, dus op zich denk ik dat het wel goed gaat. Dus alleen als Valentijn dadelijk dichterbij komt, dat misschien even rennen wordt. Oh, nou is het rennen. Nou, nog steeds geen spektakel. Oh, kijk nu.
Tijn, wat doet hij nou? Even een gesprek om ruimte hebben we nou, jongens. Gaat Valentijn er even heen. Het gaat vlemen. Vleem! Oh, wat vinden we van Nirvana? Oh, Nini! Oh, ja. Ja, Tijn, dat had hij wel verdiend. Hij zat in jouw merrie. Oh. Nee! We gaan niet dekken, jongens. Dat is misschien ook de reden waarom Lucky zo aan het flamen is. Torda, die is hengstig. Als hij me niet gaat dekken, want dan gaat echt helemaal mis. Dat is ook de reden waarom we in eerste instantie geen ruin wilden. Omdat zij heel veel hengstig is. En we hebben die kleine tinker, die hebben we echt weg moeten zetten omdat hij bleef dekken. Nou, Valentijn die dekt niet, maar Lucky heeft ook nog nooit gedekt. Dus ik hoop gewoon dat hij het nou niet opeens bij haar gaat doen. Want Lucky is echt veel te groot. En Torda is ja, net, nog een, net geen paard, zeg maar. Ze is net een eenpony nog. Oh. Oh. Seppie vindt er ook wat van. Tijn is echt aan het drijven met zijn billen de hele tijd. Nou, het gaat eigenlijk al een half uur mega goed. Ja. Geen spanning en sensa hier. Wat eigenlijk betekent dat we goede inscharingen hebben. Dus ze staan gewoon te eten. Lekker grasjes te eten. Ja. Af en toe komt wat dichterbij. Hier, kijk. Zo, chill. Ze komen af en toe dichterbij. Valentijn en Nirvana vinden het niet helemaal oké als Seppie dichtbij komt. Dus dan gaan ze haar met z'n tweeën ook gewoon beschermen. Maar ja, en Torda die is een beetje hengstig. Die gaat af en toe naartoe. Maar Lucky dramt niet door of heeft eigenlijk niet zoveel interesse en springt er ook niet op. Dus helemaal prima. Dus ja, aangezien ze hier gewoon een beetje saai staan te grazen, gaan wij even lunchen. En dan gaan we daarna wel kijken of ze, ja, waarschijnlijk staan ze nog steeds te grazen. En dan vanavond als, de weiland, of als het weiland dicht gaat, dan misschien dat ze dan even een rondje gaan rennen, kunnen we dat filmen. Kijk, Seppie die loopt nou dichterbij, zo van hallo. Dan Valentijn en Nirvana blijven toch staan. Kijk, ze is aan het klakken. Nee, 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 nee. Ik ben een baby. Schattig. Ja, Seppie is echt een vriendjesmaker. Die is met iedereen meteen vriendjes. Nou, prima. Valentijn en Nirvana hebben het nou niet eens in de gaten. Net waren ze de hele tijd zo van... Kan ook. Of net waren ze echt de hele tijd zo van niet aan de baby. Oké, mooi. Wij zijn terug van lunch. En Valentijn die is net overgelopen naar de andere wei. Het gaat nog steeds goed met de paarden. Lucky die staat daar met Nirvana en met Seppie. Nirvana is heel erg wel haar baby aan het beschermen. En Valentijn was net ook wel heel erg haar baby aan het beschermen. Oh, daar hoor je Nirvana weer. Ik weet niet of ze daar... Ja, die was aan het gillen naar Lucky. Maar ja, de blauwe wei staat ook open. Daar kunnen ze ook heen. Maar ja, aangezien het toch goed gaat met de paarden, gaan wij even... Was het kalk of mest? Kalk. We gaan kalk strooien. Kalk nodig. En ja, dat gaan we doen met grasmaaier en ons kleine aanhangertje daarvoor. Dus ja... Yeah. Denk je, als het toch goed gaat met de paarden en we verder niks kunnen filmen, dan gaan we ook maar gewoon kusjes doen. Alleen Dwayne die heeft zich net een beetje bezeerd. Dus we moeten even kijken hoe het de rest van de week gaat, want zijn knie is... Dwayne is kreupel. Rechtsachter. Rechtsachter. Ja. Top. Ja, dus... Lekker op een maaiertje. Ja, ga je lekker op een maaiertje en in plaats van dat we gaan wandelen en dingen doen, kunnen we misschien beter dan gaan mennen of zo. Dus, kan je zitten. Ja, precies. Ik zei al van met een knie kan je ook wel gewoon paard rijden, maar misschien is dat niet verstandig om voor het eerst te doen. Met een paard wat je net hebt. Maar ja, ja. Valentijn zegt, oh my god, deze wei is groter. Nee, het is beter, Tijn. Hey, poepie. Nou ja, kijk, Lucky komt ook overgestoken en Nirvana komt ook mee. Naar de andere wei. Deze wei is groter, hè. Hebben jullie meer ruimte? Alleen Lucky heeft hem een beetje omgeploegd de afgelopen week. Oeps. Oké, dit is wel het. Wat ga je er doen? Wow. Je ziet echt Lucky die stijgt en Valentijn die draait zich om te boktrappen, zeg maar. Dat is hun tactiek. Nee, toch terug naar de andere wei. Misschien gaan ze nu rennen. Nirvana bij de baby. Zo, nee, toch weer zo. Zijn ze weer rustig. Oké, let's go met de tractor. De tractor. Doe maar een tractor.
Hadden we maar een tractor, ja. Nee, dit is de grasmaaier zonder maaidek. Dus dit is de tractor. Torda. Stelletje mieperts. Kijk eens even naar ons prachtige aanhangerstrooiertje. En Dwayne, jij bent altijd heel erg van de deals. Hoeveel heb je ervoor betaald op Marktplaats? €25. €25! Dit is echt een van de beste koopjes, denk ik. Marktplaats. The place to be. Ja. Het is echt fantastisch. De ding is gewoon bijna als nieuw. Ja. We hebben één keer gebruikt, zo zei die man ook. Eén keer gebruik maar. Nou. Ja, valt ook even te zien. Ja, hij is echt... Hier, kijk, een fijn hoesje erbij. Zo, kijk hier. Wauw! Ja. Oké, bukken. Top. Gaat het? Nee. Nee. Moet ik helpen? Daaruit alsof het gaat. Nee, daarom... Dat weet ik zelf ook niet echt. Touwtje in de Nissan. Oh zo, zo is ja, hij dicht. Ja, dat is dicht. Zo is hij open. Ja. En je kunt hier mee kiezen hoe groot je hem wil hebben. Ah, oké, okay, top. Nou, nou, simpel. Misschien even uit de knoop halen. Oké, okay, hier gaan we eindelijk zoomies doen, jongens. Nu hebben we zoomies. Ja, jullie kunnen daar gewoon door de greppel. Oh, niet uitglijden. Oh, Nirvana. Oh my god, iedereen glijdt uit. En terug te rijden. Nou, Nirvana en Lucky gaan een rondje om de trek. Oh. Ja, zeker. Gek rennen. Tijn en Sheppy, oh, die waren ook niet lief tegen elkaar. Onze paarden, ik weet niet of die al doorhebben of het daar allemaal open is. Oh, nou komen ze deze kant op. Ja, Nirvana is het er niet mee eens. Zo, rondje om die wei heen. Hey Tijn! Hey jongen! Tijn vind ik, oh, ik ben hier veel te moe voor. Oké, okay, ja. Okay. Tjoep, 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 tjoep. Oh, maar je is eigenlijk eten. Als je van, dan ga ik hier helemaal omheen rennen. Nah, nah, daar ben ik veel te lui voor. Hé, hey, jongen! Hé, hey, poepie! Oh, de chat zit erbij. Ja, de chat zijn erbij. Ja, Lucky moet ook weten hoe die in die wijk komt. Gaat hij er omheen? Ja. Ja. Kijk of Valentijn erbij ingaat. Ja. Oh. Iedereen gaat bijna op zijn bek in. Jullie kunnen toch gewoon rennen? Jullie zijn toch gewoon paard? Tjoep, tjoep, tjoep. Dat kan helemaal mooi lopen. Zo, daar rennen we inderdaad. Ja, kijk eten. Happy paardjes en die twee staan daar. Te kijken, als dropjes. Hij krijgt wel lekker veel beweging zo, dus goed voor hem. Oh, rekkel op! Yo! Yo, ponies! Het is wel handig dat we die weides hebben opengezet, dan hebben ze echt wat meer ruimte. Zo, weer lekker erbij. Tjoep, 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 tjoep. Oh, Nirvana is nou ook boos op Valentijn. Zij gaat weer een rondje omdraaien. Valentijn is echt heel erg. Hé hey, jongen, kom je even kijken? Misschien moet je even terug naar je Shetlanders gaan. Die zijn aan het schandalen daar. Kijk even hoe buiten adem dit paard is. Het is goed voor jouw conditie, Valentijn. Gaan de McBillen er een beetje af? Oké, okay, we gaan deze maar eens proberen. Ik heb de scar.
treffen. Oh. Wel in de. Ja. Op de wei, maar goed. Maar. Ik moet een beetje daarop letten. Kijk even hoe tof dit werkt. Helemaal blauw. Het gaat nog steeds helemaal goed, alleen Valentijn die heeft even afstand genomen van de rest om eruit te puffen, want die was nogal moe van het rennen van net. Heel heftig, Tijn. Ga dan maar even lekker staan mokken. En Deli is bijna klaar met dit weiland in te kalken. Deze wei wordt ook nog even gedaan. Valentijn die staat erachter te mokken. En de rest die staat allemaal hier op de wei. Ik ga heel even kijken of ik dicht bij Seppi in de buurt kan komen. En ze heeft een hele grote tak in de staart. Ja, Seppi de pep, dat is niet... Oh, daar komt Lucky. Even. Okay. Seppi de pep, kom maar. Seppi. Als je anders even naar mij toe komt. Oh, dat is echt niet handig gedaan, Sepp. Goed zo, kom even naar mij toe. Wat ben jij een mega knap vulletje. Goed zo, kom maar. Ga ik dat even eruit halen. Ja, dat is niet lekker. Ja, staart. Zo. Alle tak uit de staart. Oh, Seb. Waar heb je ingezeten? Mijn god, meisje. Ik zie het nog helemaal jouw huis. Oh, Seb. Oh, wat zielig. Ja, misschien even helpen met Seppie. Zo, Steppie's staart is weer vrij. Of ja. Seppie is redelijk takje vrij. Ik ga straks als ze voorkomen voor te eten even met de borstel erdoorheen. Wat is je Nirvana? Jij bent echt een merrie. Zoals je kan zien ben ik een beetje back af. We hebben nou de paarden gevoerd en het was een beetje een drama omdat Torda en Lucky de hele tijd super druk zijn. En we hebben voor hun nog niet echt een aparte eetplek of zo, maar ja, Lucky is gewoon de hele tijd met haar bezig omdat ze hengstig is. Oh, maar we hebben de Shetlanders hier nu staan en ja, Nirvana is uit Seppie's bak aan het eten en Seppie had die van Nirvana. Mensen krijgen hetzelfde voor, dus op dit moment, I don't care. Tiny staat daar heel rustig en vredig te kijken en die heeft zoiets van, bekijken jullie met jullie gedoe. Ik hou een beetje afstand. Ja, Torda en Lucky zijn gewoon de hele tijd met elkaar bezig en aan het gillen en zo. En Valentijn moet er echt helemaal niks van hebben, dus die zondigt zich dan gewoon af. En Nirvana beschermt Seppie verder. En die twee, die zoeken het zich maar uit, zeg maar. We gaan zo meteen even de hooinetten rondbrengen, maar we laten heel even Valentijn en de chatten hier staan, zodat ze even een beetje rust hebben. En dan laten ze dan weer los. En dan hebben ze gewoon het paddock paradise met al het hooi om rond te gaan. En dan zien we het wel weer. Deze paardjes staan hier nog even lekker de laatste restjes op te eten en wat hooitjes te genieten. Hè? We hebben het hooi helemaal opgehangen daarachter en Torda en Lucky zijn daarheen gegaan. En nou blijven deze drie even lekker gezellig hier de restjes opeten. En dan zullen ze ook wel weer terug gaan naar de hooinetten. En dan zijn we heel benieuwd hoe het vannacht gaat. En morgenochtend zijn we weer hier. We hebben ook een week vrij van werk, dus we zijn gewoon de hele week hier. Op het paddock paradise om alles in de gaten te houden. We zijn van plan om onze overkapping te bouwen voor waar ook de wasplaats komt. Dan hebben we gelukkig ook een extra plaats waar we dan of Lucky of Torda neer kunnen zetten. Zodat ze iedereen zijn eigen plek heeft om te eten. Dat is wel iets wat we heel belangrijk vinden. Omdat er anders gewoon de hele tijd met etenstijd onrust is. En dat is gewoon vervelend. Dat willen we niet. Het is altijd spannend zo'n dag met inscharen. Je hoopt niet de dierenarts te hoeven bellen dat ten eerste, zeg maar. En je hoopt gewoon dat alle paarden het goed doen. Maar het gaat gewoon echt een tijdje duren voordat alles helemaal weer rustig is. En iedereen zijn plekje weer heeft gevonden. Dus ja, dat even afwachten. En gewoon hopen dat het gewoon allemaal goed komt, hè. Het tijdje. Dat was het dan voor deze vlog. De paardjes die staan lekker klaar. We gaan ze in de gaten houden vannacht. En dan morgenochtend zijn we weer hier. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat even een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En dan tot de volgende keer. Doei doei!